Voorzitter, we staan hier vandaag omdat weer een reden is gevonden voor grote paniek en schaamteloze bangmakerij. Want wat is er aan de hand? De vaccinatiegraad die daalt. We worden om onze oren geslagen met onnavolgbare aannames, cijfers en percentages, gekleurde nieuwsberichten over ziektes en sterfgevallen, wat bij veel mensen angst opwekt. Terwijl het gesprek over kindervaccinatie volgens mij vooral zou moeten gaan over keuzevrijheid en over de vraag waar de gezondheid van onze kinderen nu echt bij gebaat is. Laat ik beginnen met de constatering dat de dalende vaccinatiegraad onmiskenbaar samenhangt met het afgenomen vertrouwen in de overheid. Dat vertrouwen is logischerwijs ernstig geschaad door de vele aantoonbare leugens en desinformatie die met name tijdens het coronaschandaal door de overheid zelf is verspreid. Gecombineerd met de uitsluiting en dwangmaatregelen waar we aan zijn onderworpen en de onverklaarde oversterfte waar we mee te maken hebben, denken steeds meer jonge ouders vanzelfsprekend wel twee keer na voordat ze blindelings hun pasgeboren baby aan tientallen vaccins onderwerpen. De dalende vaccinatiegraad wordt door de regering gepresenteerd als een direct gevaar voor de volksgezondheid, waarbij de veiligheid en effectiviteit van de vaccins gemakzuchtig als vaststaande feiten worden gepresenteerd. De heer Janssen. Nee, Klaassen, sorry. Ja, voorzitter, ik zou de spreker willen vragen om die tientallen vaccins dan even op te noemen. De heer Vermeijeren. Bedankt voor deze vraag. Na 6 tot 9 weken ontvangen baby's, zuigelingen, piepkleine kwetsbare kindjes, een vaccin tegen het rotavirus, een vaccin tegen difterie, een vaccin tegen kinkhoest, een vaccin tegen tetanus, een vaccin tegen polio, een vaccin tegen hemophilus influenza type B, een vaccin tegen hepatitis B. Na 3 maanden ontvangen ze wederom een vaccin tegen het rotavirus, opnieuw tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hemophilus influenza type B, hepatitis B, pneumokokken. Na 5 maanden wederom difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hemophilus influenza type B, hepatitis B, pneumokokken. Na 12 maanden opnieuw een vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, hemophilus influenza type B, hepatitis B en de pneumokokken. En dat is ook een van de grote risico's waar ik voor waarschuw, want het wordt voorgesteld als een prikje, een onschuldig prikje, waarbij niet altijd duidelijk is, zelfs niet voor de heer Klaassen, dat 1 zo'n injectie 4, 5, 3 of meerdere vaccins bevat. 1 prik bevat meerdere vaccins die met elkaar gecombineerd worden in een cocktail en in het bloed van een pasgeboren babytje worden gespoten, waardoor dat babytje in 1 klap immuniteit moet opwekken tegen tal van verschillende ziektes. Ja. De heer Klaassen. Interessant, voorzitter, want het is natuurlijk de twijfel van geef je dit een platform, want dat helpt niet. Ik denk dat juist wel helpt, want ik heb nog nooit zoveel flauwekul achter elkaar gehoord als nu net. U noemt u inderdaad niet. Meneer Van Heijden noemt een aantal vaccinaties op die cumulatief. Die kun je, dat zijn dezelfde, dus die kun je al niet optellen. 1. Uw tijdpad klopt niet. Ja. 2. Worden ze niet ingespoten in de bloed. Of 4, 5, 8 worden ze niet ingespoten in de bloed. Dus, niet allemaal. Geen 1. En dus u weet gewoon niet waar het over heeft. U staat te raskallen. En ik wil dat toch even duidelijk maken dat iedereen weet die nu aan het kijken is. En misschien dat ook de media het oppikt. Dat gewoon echt flauwekul is wat hier loopt te verkopen en dat dat echt een gevaar is voor de gezondheid voor de kinderen waar wij hier voor strijden in de Kamer. Nee, voorzitter, daar wil ik even op reageren, want natuurlijk ontvangen ze een aantal vaccins, ontvangen ze meerdere malen. Dat zijn de herhaalprikken, maar feit blijft dat al die prikken toch weer opnieuw een vaccin bevatten. En dat tijdpad dat ik zojuist noem, dat volgens de heer Klaassen niet zou kloppen, is afkomstig van het RIVM zelf. Ik heb hier het hele Rijksvaccinatieschema vormen. Ja, of dat vaccin nou precies in het bloed of in de cellen of iets anders wordt ingespoten. Het zou kunnen dat ik me daarin niet zorgvuldig uitdruk als leek. Dat is een meer semantische discussie. Maar het feit dat baby's in het eerste levensjaar
20 vaccins ingespoten krijgen. Dat staat als een huis. De heer Krul. 20 in het eerste levensjaar. Ik heb ze net opgenomen. Is zo'n grote onzin, voorzitter, wat de heer Vermeijer nou weer gewoon de wereld in helpt. We hebben vanochtend ook nog eens een uur lang, waar bijna alle partijen uit deze Tweede Kamer bij aanwezig waren, feitelijke informatie gehad in een technische briefing. Forum voor Democratie vond het blijkbaar niet belangrijk om daarbij aanwezig te zijn. Ik begrijp nu dat ze dat misschien volgende keer wel moeten doen, want dan zou hij misschien iets beter voorbereid zijn. Er klopt helemaal niks van wat de heer Vermeijer zegt. Wat klopt daar niet? Zullen we eens gewoon eens beginnen? Of, voorzitter, het is ingewikkeld om dit soort onzin wel of geen platform te geven. Pasgeboren baby's, die krijgen een rota-injectie. Vanaf 1 januari gaat dat gebeuren. En vervolgens 1 prik voor DKTP, indien de ouder niet gevaccineerd is tijdens de zwangerschap. Dat is er 1. Dus dan heb, dus ik, met meerdere vaccins in één prik. Ja, maar, dat is goed. Voorzitter, de heer Vermeijer kan niet tot 10 tellen. Dat is wel duidelijk. Hij maakt er nu ineens 20 van. Het is werkelijk waar onzinnig wat hier gebeurt. Het draagt niet bij aan het vertrouwen in de overheid. Het draagt niet bij aan het vertrouwen aan vaccins. En op deze manier lopen kinderen onnodig veel risico. Ik zou hem echt willen oproepen om zich gewoon op feiten te baseren in plaats van het spuien en het verkondigen van klinklare onzin. Ja, voorzitter, daar wil ik heel graag op reageren. Even te beginnen over die technische briefing. Ook hier zagen we weer dat door de Kamer uitsluitend deskundigen werden uitgenodigd die worden betaald door het ministerie van VWS. Forum voor Democratie heeft een verzoek ingediend gisteren om ook eens wat andere deskundigen aan het woord te laten. Geen steun, herstel, van het CDA wel steun, BBB steunde, van de overige fracties geen steun. Dus die andere partijen willen niet eens een keer een ander verhaal horen. Waarom Forum voor Democratie daar niet bij aanwezig is? Wij zijn al op de hoogte van de opvattingen van het ministerie van VWS, want daar krijgen we aan de lopende band brieven over. Ik weet wat de heer Jaap van Dissel daar zegt. En de heer Krul die trapt ook in de framing van, oh, het is maar 1 prikje. Maar dat ene prikje bevat dus meerdere vaccins. En ik heb ze net opgeteld. Het zijn er precies 20 in het eerste levensjaar. Dat is onmiskenbaar. Mevrouw Slag-Tichelman. Voorzitter, dit is geen interruptie, maar een punt van orde. En ik sluit me aan bij de heer Klaassen en de heer Krul. Dit is verspreiden van desinformatie en kwakzalverij. Dat is gewoon een interruptie, hoor. Ja, dat is een interruptie. En ik ben ook benieuwd. Ja, kom dan met in plaats van dat gemakzuchtige desinformatie. Wat is dan wat ik zeg niet waar? Kijk, we kunnen even discussiëren over dat ene punt, of het nou in de bloedbaan of in iets anders gespoten wordt. Maar die 20 vaccins, die staan in het Rijksvaccinatieprogramma. Ik heb het hier voor me. Dat kan wel worden ontkend, maar zeg dan hoeveel het er wel zijn. Of wordt hier ook ontkend dat één zo'n prik meerdere vaccins bevat? Dat is toch feitelijk aantoonbaar? Mevrouw Slag-Tichelman. Ja, voorzitter. Antistoffen tegen hele schadelijke en vermijdbare ernstige ziektes waar kindersterfte mee voorkomen kan worden, die lijken op de eigen immuunsysteem. En die zijn echt heel noodzakelijk. Dat zijn geen gifstoffen. En die woorden worden uitgesproken. En dat wil ik echt weerleggen. Nou ja, voorzitter, ik heb het nog niet eens gehad over gifstoffen. Ik heb het alleen maar gehad over de aantallen vaccins, waarbij ik wel opmerk dat er inderdaad aanwijzingen zijn dat er ook vaccins zijn die kwik bevatten, terwijl er 89 peer-reviewed artikelen liggen over de mogelijke schadelijke gevolgen van het inbrengen van kwik, met name voor de hersenen. Dus ja, wederom geen enkel eigenlijke weerlegging van iets dat ik hier beweerd heb. Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, het zal waarschijnlijk ook geen punt van orde zijn. Maar de heer Vermeijer noemde zich net een leek, en dat klopt, op het gebied van vaccinaties. Maar dat klopt ook als het gaat om de regels in dit huis. En de regels in dit huis zijn namelijk, als wij een technische briefing organiseren, dat VWS gaat over degenen die aanwezig zijn om ons te informeren. De partij van de heer Vermeijer heeft niet eens de moeite genomen om te komen, maar verkoopt hier nu wel totale onzin over wie waar geweerd wordt in welke technische briefing. Forum voor Democratie heeft dagelijks lak aan regels. Dat is interessant voor allerlei filmpjes. Maar het is fake nieuws als het gaat om de regels hier in huis. En het is ook fake nieuws als het gaat over vaccinaties. Zeer kwalijk. Ja, dit is dus ook weer feitelijk onjuist wat mevrouw Paulusma zegt.
De Kamer besluit wie er worden uitgenodigd voor een technische briefing. Er is gisteren een e-mailprocedure gestart met het verzoek om een aantal anderen uit te nodigen. Ja, de Kamer kan toch besluiten om andere sprekers uit te nodigen voor de technische briefing? Nee, maar dan wordt het een ronde tafel. Kijk, een technische briefing vanuit een departement, dat zijn ambtenaren die namens het departement een briefing komen geven op verzoek van de Kamer. De Kamer hoeft dat niet te doen, maar als de Kamer dat doet, is het een technische briefing. Maar als u anderen wil uitnodigen dan uit het ministerie, moet u een ronde tafel aanvragen. Dat zijn de regels in het huis. Nou, en daar wil ik graag even op reageren. Ja. De Griffie-commissie van de commissie VWS heeft gisteren zelf bevestigd dat mijn lezing juist is en nota bene zelf een e-mailprocedure gestart met het verzoek aan de hele Kamer om die andere sprekers ook uit te nodigen. Die kunnen ook technische informatie geven. BBB en CDA hebben het gesteund. Van de overige fracties was geen steun. En de Kamer kan zelf besluiten wie het uitnodigt voor een technische briefing. Mevrouw Paulusma. Ja, voorzitter, de heer Van Meijeren blijft liegen. Dat is een soort handelskenmerk. Ik was samen met mevrouw Thiele degene die de e-mailprocedure heeft gestart voor deze technische briefing. Ik ken de regels hier in huis. Vervolgens staat het elke Kamerlid vrij om daar een toevoeging aan te doen, maar niet in het construct van een technische briefing. En nu maakt u hier weer een hele heisa van. Alsof u als een soort teleurgestelde kleuter in de zandbak zit en uw zin niet heeft gekregen. Maar u kent de regels gewoon niet. Nou ja, dan zou mevrouw Paulus maar even contact op moeten nemen met de Griffie die gisteren zelf die e-mailprocedure namens mij is gestart. Dus als dat niet in lijn zou zijn met het reglement van orde of iets anders, dan zou de Griffie mij moeten hebben gezegd, dit werkt niet zo. Maar in plaats daarvan heeft de Griffie gezegd, we gaan dat verzoek starten. En daar kregen we geen steun van. Ook de VVD heeft gezegd, geen steun. Dit is wel een punt van orde, voorzitter. We gaan hier niet, zeg maar, achter de katheder een beetje ambtenaren de schuld geven van iets wat meneer Van Meijeren zelf gewoon niet voor elkaar heeft gekregen. Daar moet u echt mee ophouden. Ik geef geen ambtenaren de schuld. Ik wijd u dat u... Waarom heeft mevrouw Thiele mijn verzoek niet gesteund? Als het kennelijk geen gegrond verzoek was, dan had u toch ook gewoon kunnen zeggen, dit is niet in lijn met het reglement van orde. Mevrouw Thiele heeft gezegd, geen steun voor het verzoek. Nou, ja. Mevrouw Bikker nog. Ja, voorzitter, even terug naar waar we het hier over hadden. Voor het eerst sinds de jaren 60 is het in Nederland weer voorgekomen dat 4 baby's zijn overleden aan kinkhoest. En dat maakt dat ik waar ik volledig sta voor vrijheid van vaccineren, maar dat ik met heel veel nadruk spreek over het grote gevaar van de ziekte kinkhoest. En wat ik de heer Van Meijeren hoor doen, is telkens het hebben over injecties, over vaccins die we inspuiten. Allemaal vrij heftige taal. Terwijl ik ben een heel aantal keer bij een consultatiebureau geweest met een kind. Dat valt mee, kan ik hem verzekeren. Dus ik weet niet of hij het wel eens heeft meegemaakt of erbij heeft gestaan. Maar dat valt in qua pijn en injecties en spuiten, dat valt mee. Het is heftig dat een kind kinkhoest krijgt. Het is heftig dat baby's op de IC liggen. Het is onvoorstelbaar dat artsen knokken voor het leven van een kind, waar we allemaal hadden gewild dat als de moeder gevaccineerd was geweest en het kind gevaccineerd was geweest, dat dit niet nodig was geweest. En ik zou iets van reflectie op de pijn, het verdriet en die heftige ziekte zou ik heel goed vinden in het betoog van de heer Van Meijeren, voorzitter. Want het is nu echt alleen maar erop rammen en slaan en de rest is gek. En ik denk niet dat we daar de ouders mee helpen en al helemaal die baby's niet. De heer Van Meijeren. Ja, voorzitter, vanzelfsprekend is het vreselijk en ongelooflijk tragisch als er een baby komt te overlijden. Dat staat buiten kijf. Tegelijkertijd valt mij wel op dat mevrouw Bikker de aanname doet, en dat vind ik ook gevaarlijk, door te zeggen dat die moeders of die baby's niet gevaccineerd waren. Dat weet mevrouw Bikker niet. Wees heel voorzichtig met het uitspreken over de vaccinatiestatus waar u geen enkel idee van heeft. En daarnaast bekijken wij die cijfers wel in perspectief. En 4 baby's die komen te overlijden, dat zijn er 4 te veel. Tegelijkertijd zien we dat het er vorig jaar 2 waren. In het jaar 1900 waren het er nog rond de 1400. Dat aantal dat is al enorm gedaald. Enorm gedaald tot enkele per jaar, totdat in 1957 het vaccin op de markt kwam. Toen heeft die daling iets verder doorgezet. Er zijn ook aanwijzingen dat het aantal kinkhoestgevallen juist is toegenomen sinds de start van de vaccinaties. Ook 40 jaar geleden nog, toen verscheen er een artikel in het medische tijdschrift British Medical Journal, waaruit ook bleek
dat ondanks het vaccinatiepercentage van maar liefst 96% destijds het aantal gevallen van kinkhoest enorm was toegenomen. Dus ja, het ligt allemaal gewoon veel gecompliceerder en veel genuanceerder dan mevrouw Bikker wil voorstellen. Mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, maar als je zelf niet eens het verschil weet waar een vaccin wordt ingebracht, het hebt over in het bloed en in de cellen en vervolgens dit met deze stelligheid beweert, waar het gaat om de gezondheid van kinderen en waar artsen, hoog opgeleid, goed opgeleid, die staan op de IC zeggen, alsjeblieft, laat mij die informatie geven en je durft het dan aan, zoals de heer Van Meijeren dat doet. Om dit zo met deze stelligheid te zeggen en daarmee eigenlijk te gokken met gezondheid van kinderen, want dat doet u als u deze informatie zo verspreidt, zeg ik via de voorzitter, dan moet je wel heel goed bedenken ook welke verantwoordelijkheid dat geeft. En opnieuw mis ik dat in de bijdrage van Forum en daar heb ik flink de pest in. Want wat we hiermee doen is dat we mensen onzekerheid aanpraten die ze niet verdienen. Ja, natuurlijk moet je je goed vaccineren en goed laten informeren wat de gevolgen zijn. Ik sta voor die vrijheid. Ik vind het belangrijk dat mensen naar artsen gaan. Maar alsjeblieft, stop ermee met dingen verspreiden die niet kloppen, die je ergens uittrekt als incident en dat verspreidt als trend. Laten we daarmee stoppen. Bedankt. Ja, voorzitter, ook hier weer wederom. Als het gaat om die terminologie, mevrouw Bikker, die had het erover dat dat met dat injecteren en dat inspuiten allemaal wel meevalt. Ik vind het helemaal niet meevallen als baby's in hun eerste levensjaar 20 vaccins ingespoten krijgen. En ze worden toch ingespoten, het wordt toch geïnjecteerd. Welke andere term moet ik daarvoor gebruiken? Dan die artsen waar mevrouw Bikker het over heeft. Er zijn tal van artsen die hun vraagteken zetten bij de effecten en veiligheid van vaccins. Alleen die worden hier dus in de Kamer nooit aan het woord gelaten. Dus ik zou mevrouw Bikker ook willen vragen om ook eens te luisteren naar wat andere opvattingen. Verder zegt ze dat ik hier met heel veel stelligheid van alles beweer. Ik noem een aantal feiten die ik uit diverse artikelen ontleen. Dus informatie van het RIVM, noem het allemaal maar op. En daarbij doe ik helemaal, ik trek geen harde conclusies. Ik sluit helemaal niet uit dat dat kinkhoestvaccin ook een bepaald aantal gevallen kan voorkomen. Ik denk alleen, laten we ook wat breder kijken. Zou het ook kunnen dat heel veel infectieziektes misschien zijn afgenomen juist door verbeterde leefomstandigheden, verbeterde hygiëne, betere voeding. Laten we ons niet blind staren op die vaccins en ook uitgaan van de natuurlijke immuniteit en natuurlijke weerstand van het menselijk lichaam en juist inzetten op gezondheidsmaatregelen die juist preventie met zich meebrengen. Uw laatste interruptie, mevrouw Bikker. Ja, voorzitter, nou doet de heer Van Meijer het weer. Hij is door meerdere Kamerleden, bijvoorbeeld door de heer Klaassen, keurig geïnformeerd over wat het verschil is tussen een vaccinatie waarin meerdere ziektes tegelijkertijd daartegen gevaccineerd kan worden. Hij gaat weer die hele hoop aan rimram neerleggen. Voorzitter, ik zou hem toch willen vragen, ga een keer op bezoek bij de kinder-IC. Laat je daar informeren. In plaats van dat je dit doet en het hebt over de natuurlijke immuniteit van kinderen, alleen alsof dat zou werken. We hebben de briefings gezien. We zien het verschil in ontwikkelingslanden. Overlijden honderden kinderen aan mazelen jaarlijks. Waardoor? Omdat de vaccins niet beschikbaar zijn. Ik sta ook voor die vrijheid. Dus hou even op met mij te kapittelen. Alleen ik wil wel dat we de feiten boven tafel hebben. En wat de heer Van Meijer hier doet, voorzitter, is jonge ouders extra in verwarring brengen en daarmee de gezondheid van hun kinderen op het spel zetten. Zorg voor goede informatie. En in plaats van met allerlei kwakzalvers op de reet te komen. De heer Van Meijer. Ja, eigenlijk bevestigt mevrouw Bikker mijn punt als het heeft over ontwikkelingslanden waar nog veel meer kinderen sterven aan tal van infectieziektes, omdat ze in ontwikkelingslanden vaak geen schoon drinkwater hebben. Daar drinken ze water waar ratten in gelegen hebben. Daar hebben ze open riolen, zoals we dat in Nederland op enig moment ook hebben gehad. We zien ook in de grafieken dat het aantal sterfgevallen van infectieziektes al ernstig is teruggenomen voordat de vaccins op de markt kwamen. Dat heeft met veel meer te maken. En ik zou juist een oproep willen doen, laten we gewoon nuchter blijven. Laten we naar de feiten kijken en niet meegaan in die angst aanwekken. Want dat is juist wat ouders heel onzeker maakt. Mevrouw Keizer. De heer Van Meijeren vervolgt zijn betoog. Voorzitter, het is cruciaal om te erkennen dat de grote zorgen over de risico's omtrent de veiligheid van de vaccins niet uit de lucht gegrepen zijn, maar worden onderbouwd door tal van wetenschappelijke onderzoeken. Ik heb hier een hele stapel liggen. En persoonlijke getuigenissen.
En dan de effectiviteit van de vaccins. Ik heb het net al even over gehad. Nee, ik sluit niet uit dat vaccins ook in bepaalde gevallen een positieve bijdrage kunnen leveren. Maar we moeten constateren dat het frame dat dankzij vaccins allerlei kinderziekten zijn verdwenen, feitelijk en aantoonbaar onjuist is. Die daling van infectieziektes waar vaccins tegen zouden moeten beschermen, die was al volop in gang voordat er werd begonnen met vaccineren. En dat is dus ook goed te verklaren door de verbeterde leefomstandigheden en hygiëne. En een vraag aan de staatssecretaris: is überhaupt ooit onderzocht of kinderen die gevaccineerd zijn aantoonbaar gezonder zijn dan kinderen die niet gevaccineerd zijn? Misschien is het wel andersom. En hoe dan ook, in deze discussie kan niemand ontkennen, niemand, en ik daag u uit, dat er naast het belang van de volksgezondheid, onder het mom waarvan die vaccins steeds worden verkocht, ook heel veel oneigenlijke belangen schuilgaan achter die vaccinatieprogramma's. De farmaceutische industrie die profiteert enorm van de verkoop van vaccins. Ondertussen zijn politieke machten gebaat bij steeds grotere controle over de bevolking. Forum voor Democratie pleit voor een benadering waarbij vaccinatie te alle tijden een persoonlijke en volledig vrije keuze is, zonder enige druk, drang of dwang vanuit de overheid. De lichamelijke integriteit is nagenoeg heilig voor ons. En ouders die uit eigen beweging overwegen hun kind te laten vaccineren, die hebben recht op onafhankelijke informatie en transparantie, ook over de risico's op bijwerkingen. Want alleen dan kunnen zij een weloverwogen beslissing nemen en alleen dan zal dat vertrouwen in de overheid mogelijk weer gaan stijgen. En bovendien, voorzitter, daarmee rond ik af, gaat echte gezondheid over veel meer dan alleen de afwezigheid van ziekte. Het gaat ook over het bevorderen van een levensstijl en leefomgeving die de natuurlijke weerstand en het immuunsysteem versterken door goede hygiëne, voldoende beweging, schoon drinkwater, goede voeding, zuivere lucht. En de taak van de overheid moet beperkt blijven tot het faciliteren van een maatschappij waarin elke burger toegang heeft tot de middelen die nodig zijn voor een gezond leven, vrij van dwang en met respect voor persoonlijke keuzes. Dat is het pad dat we moeten bewandelen voor een sterke, gezonde en vrije samenleving. Dank u wel.